vlog. Wij zijn Daniel, Farah, Johan en Lucilla Bellinga. En Lucilla is met het ontbijt bezig. En Lucilla, ben je lekker een havermoutpapje aan het maken? Goed hoor, je kan mij heel goed meehelpen. En Luan zit daar alweer in de speelgoedkast. En Lu, goedemorgen jongen. Lekker geslapen? Ja. Ja? Goed zo. Nou Lucilla, volgens mij hebben we hier een primeur. Want wat kon je net zeggen? Wat zei Lucilla net? Luan, hè? Zullen we nog een keer proberen voor de camera? Lucilla, voor wie zijn die schaaltjes? Voor mama. Papa. Papa. Die. Voor wie is die? Papa. Voor wie is die? Papa. Hey, voor wie is die dan? Luan. Hoe? Papa. Nog een keertje, voor wie is die? Mama. Voor wie is die? Papa. Voor wie is die? Die. Voor wie is die? Luan. Voor wie is die? Lucilla, en voor wie is die dan? Ah, nou, net zei ze het. En dan staat de camera aan en zegt ze het niet meer. Ze heeft nog nooit geen Luan gezegd, maar... Ja. Ze zegt hey, Luan. Luan. Wie is Luan? Ik heb toch? Voor wie is die, Lucilla? Goed zo! Ja! Yeah! Hoorden jullie net? Het was heel klein, maar ze zei het wel. Lekker aan het ontbijtje. Papa! Ja, daar is papa. Bonjour. Weet je wat ze net zei, papa? Luan. Ja. Bonjour, lieve geheimwisker. Ze zei Luan, papa. Wat is dat? Er is visite, visite. En dan wordt het met genieten. Met een gedetje. Hey, oké. Bonjour. Is het huis schoon? Het is schoon. Zo. Het is schoon. Is het worst opgezogen? Ja, voordat het hoge bezoek komt. Hey, ja, dat is toch zo. Ja, de boeken zijn. Daar hebben we hyper de pieper. Oh, ik ga je opzuigen, joh. Wil je lekker kopje thee? Lekker. Ja? Nu nog een bakje pleur? Gaan jullie mee naar de boerderij? Doe dan, wat gaan we ophalen? Caravan. Wat? Caravan. Oh, ga je mee helpen? Mm-hmm. Cool, ga ik even. Nou, pas jij op, babyzusje? Ja. Oké. Mama doet dan wat. Kom jij even lekker slapen, camera? Ja, jullie gaan mee naar de boerderij. Ja. Wij gaan lekker de caravan. We gaan de caravan halen. Doei. Zit je goed, Johan, Luan? Ja. Mooi open dak zo? Ja. Op naar de caravanstalling. Doei. 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 Fouten maken we allemaal. Soms ook heel erg. Dat je er zijn er. Zo staat de caravan. Maar daar word je niet gelukkig van. Hoe had je er ook tegen gevecht? Maar als je het eerlijk kan God vertelt. Weet je wat je dan zegt? En dan? Waar staat de caravan? Allemaal, dat is de caravan van opa en oma, of de camper, Luan. Kijk, die twee moeten we hebben. De blauwe aanhanger, want daar moet de koelkast in met de verjaardagstaarten. En de caravan. Gaan we die aankoppelen, jongens? Wie is deze voor jou, Joop? Ja, zoek er maar een uit. Ze staan hier genoeg. Hé, hey, een dingetje. Ja, hier gaan we ze mee trekken. Zo jongens, jullie helpen goed mee. Papa staat trots op je. High five, Lu. Thanks voor helpen.
Nou, we zitten in de politieauto bij Ome Joel. Wagen 1, 2 en 3. Ja, maar. Jongens, gaan we de aanhanger vullen, Luan en Jo? Hé, hey, moeten jullie helpen, hè? Koelkast stillen, Luan. Ja, politieauto, hè? Ja, hier weer naar rechts. Nou, de twee boefjes uit de politieauto. Ja, ja, hallo. De politieauto. De politieauto. Gaan we de aanhanger vullen, jongens? Hé, hey, waar wonen open oma dan, Luan? Vertel eens even, jongen. Ga eens even kijken dan, of ze er zijn. Wij komen de aanhanger in pakken. Kijk, die koelkast, speelgoed, parasollen, bedden. Gaan we allemaal inladen. En Luan en Mira, wat een pannenkoek eten. Lopen. Even laden en lossen. Nou, jongen, lusten jullie pannenkoekje? We doen gewoon het op het mannenstel, alle papa stel, gewoon een beetje stroop ertussen en wat een rol in de hand. Goed? Met veel super sterke bordjes. Hier zegen deze spijzen? Amen! Afvallen. Ja, dat is simpel. Dat is simpel. Ja. Nou, we zijn er weer. Nou, en het is nu, wat is het? Few hours later, 2:30. Ik zeg groetjes, thanks for helping. Dat was echt leuk. Nou, moeder. Jij hoeft alleen maar de tassen, met de kleertjes en de boodschapjes. En dan kunnen we naar de camping en nu. We hebben alles, hè. Mama. Oh, 4 dagjes. Ja. Nou, meisjes. Papa gaat kracht trainen. Wish me luck. Succes, papa. Kijken jullie bij de meisjes? Want mijn kracht training ritueel kennen jullie wel. Hij moet natuurlijk wel trainen, ondanks dat Astrid zijn personal trainer op vakantie is, hè? Oh, dus dat vergt wel wat discipline. Ik heb straks hele caravan geteld, maar toch? Train! Bye, meisjes. Tada. Nou, we gaan even, waar gaan we naartoe, Luan? Mama, naar de boerderij. Naar de kinderboerderij, ja? Kom, mama, we moeten even de sleutel hebben. Even de deur dicht doen. Nu? Even de sleutel? Kijk. Niet onder bloemetjes doen, dat is zonde. Zo, nou. Sleutel. Nee, dat is van mij. Zo, naar de fiets. Nou, Lucilla, waar zijn we dan? Waar zijn we dan, Luan? Wat is wat harder? Bij de kinderboerderij. Hè? Kom maar. Neem eens zo. Even kijken.
ze naar Sierra Sierra kan. Jongens, jongens. Nee, Silla, niet op de lens. Oké, nou is wel weer genoeg. Gaan jullie mee, Pantera Goofies? Gaan jullie mee? Well, Lucilla. Gaan jullie mee? Daar staat de fiets. Nou, goed zo. Goed. Dag, kinderboerderij. Nou, ik ben er weer. Let's go krachttraining. Nou, kom naar binnen. Moet hier beginnen bij de LED pull-down machine met 40 kilo. En ik kreeg een compliment van deze lieve vrouw. Ze zei, oh, ik had het goed tegen zien. Dus dat motiveert wel weer om deze krachttraining te gaan klaren all by myself. Oké, omdat ik over 4 dagen, natuurlijk 10 dagen, ga kamperen op vakantie ga. Dus dan ga ik deze week op 5 keer zitten. Zodat ik volgende week, als ik ga kamperen, niet ga trainen. Want ja, dan moet ik natuurlijk in balans houden. En ik ga mijn gewicht verhogen. Als het zij al probeert tijdens je krachttraining je gewicht te verhogen. Dus ik moet nu met die barbel zo boven mijn hoofd. Dan doe ik in plaats van 2 keer 2,5 kilo, doe ik 2 keer 5 kilo. Nou, als ik stond hier net de chest press. Ik moest 50 kilo plus doen. Dit is Lennart. Yes. Ik heb net 60 kilo geprobeerd. Zo, die kreeg ik. Hoeveel keer? 4, hè? 6 keer. 6 keer op. We gaan nu toch een tandje lager. Even terug naar 50 kilo. Die proberen nog 2 sets van 12 te behalen. 60 kilo, ik heb hem in ieder geval daar getest. Lennart backs me op voor de zekerheid. Dus krachttraining we like, yo! Nou, ik ben hier nu onderweg naar de logo machine. Ik sta hier naast Winnie. En Winnie die gaf me net als compliment. Ja, Danja. Wauw. Ik zei, mooi afgevallen. Echt mooi, super snel gezicht. Ja, ik weet het. Ja, hartstikke goed. Dus, dit geeft me toch echt goed doorzettingsvermogen. Ik kwam net uit mijn werk, wat moe om te gaan. Ik dacht, oh, krachttrainen. Maar dan heb je zo'n lieve als Winnie die zegt, Daniel, ik kan het goed inzien. Dus dankjewel, ik ga nog eventjes super doorgaan. Ik ga het training doormaken, dankjewel. Ja, hartstikke leuk. Doei. Ja, bye bye. Compliment van Winnie, dat geeft je power om door te gaan. Laatste stukje, focus oefening. Doe ze mee, ga liggen. Vaak een nieuwtje winnen we. 20 keer recht, 20 keer links, 20 keer rechts en 20 keer je enkelsteken. Vlieg hem toch zo weer voorbij hoor. Begin. Oké, het is rap. Ik ga nog even chillen in de wellness. Lekker mijn boek lezen. En nog even lekker relaxen. En mediteren in de zon. Zie je later. Nou, daar zitten we lekker in het zonnetje. Hebben we even een simpel broodmaaltijdje, papa? Ja. Nee, gewoon een broodmaaltijdje. Met tomaatjes. Met tomaatjes. En die gaan we even heerlijk oppeuzelen hier. Yes. In het zonnetje. Leuk dat jullie er vandaag weer bij waren. Vond je het nou weer een leuke video? Duimpjes omhoog natuurlijk en vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dankjewel voor het kijken en we zien je morgen weer in uw vlog. Doeg! Oh, en trouwens, voordat ik het vergeet en voordat we echt gaan en ik jullie in de computer stop om te gaan editen. We hebben vandaag nog een leuke bonusvideo voor jullie. Hier wordt die klikbaar en dat is onze weekvlog nummer 19. De schattigste vlogster van ons gezin. Bellinga weekoverzicht nummer 19 zie je hier in beeld komen. Klik er even op, want dan kun je die ook nog weer zien. Het is echt een hele leuke weekoverzicht geworden. En laat onder de video ook weten wat je van deze kort maar krachtige weekoverzichten vindt. Als je niet altijd de tijd hebt om de elke dagelijkse vlog te kijken. Dus nogmaals hier, geniet van ons weekoverzicht. Ik ga jullie in de computer zetten en jullie editen met Farah. Doei doei en tot morgen. Kleine Lucilla. Wat heb je gedaan? Je serpentjes uit de kast gepakt. Ja. Roze en blauwe. Ja. Oh. Ga je een feestje vieren? Ja. Oh. Leg je het ook weer even terug in de kast? Ja. Ja? Oh, dat is heel fijn. Heb je nou ook roze gepakt? Die. Ja, die. Die. Wat ga je daarmee doen dan? Waar zijn die voor? Voor je mondjes schoonmaken. Dat weet je nog niet. Goed zo, zo moet dat, hè?